iedereen probeert op zijn manier de wereld te verbeteren, hoop ik. Ik in ieder geval wel. Ja, ik vind het echt vreselijk hoor, met al die oorlogen en zo. Ik word er helemaal, laat maar, ik word daar echt helemaal naar van. Want ik snap dat gewoon echt niet. Ik snap het gewoon echt niet. Dit is een geluidsopnametest, want we gaan nu kijken of er... Ik ben Sarnie Verhoeven, ik ben 29 en ik woon in Amsterdam. Ik doe een hele hoop. Op dit moment ben ik presentatrice, model, actrice, voice-over en YouTuber, vlogger. Blogger, eigenlijk alles in één. Hallo, hallo. Nee, dat ga ik ook niet zeggen. Dat ga ik nou zeggen. Vandaag video. Oké. De eerste tip die ik heb. Als je iemand een hand geeft, nou, die heb je vast wel eens eerder gehoord, geef dan echt een stevige hand. Het maakt al echt het verschil. Ik voel me soms een soort zonnestraal, ook al klinkt dat heel raar, maar ik heb het gevoel, ik haal heel veel uit positiviteit. En je kan het leven gewoon veel meer aan. Dat heb ik de afgelopen tijd geleerd, maar zo ben ik ook opgevoed. En dat zit ook heel erg in mijn karakter. Ik merk dat je daar zoveel aan hebt en dat wil ik gewoon doorvertellen aan andere mensen. Tip nummer 3. Ik zei het net al, laat weten dat jij er bent. Geluk is natuurlijk een heel breed woord, maar die positiviteit en bijvoorbeeld dankbaar te zijn voor de dingen die je hebt, dat vind ik een heel groot goed en daar zouden veel meer mensen eigenlijk bewust van mogen worden. Als je naar een feest gaat of naar een borrel van je werk... Eigenlijk ben ik aan het onderzoeken, want ik weet ook niet alle antwoorden, maar hoe kan je toch dat allemaal behalen in je leven wat je wil en weet je wel dat je echt volgens je passie gaat leven en vanuit jouw kracht, zonder dat je daarbij jezelf voorbij hoeft te rennen en zonder dat je chronisch ontevreden bent, want ja, je haalt niet alles op één dag. Nou, heel veel mensen vragen altijd aan mij, goh, je bent altijd zo vrolijk, ben je altijd zo vrolijk en hoe kan dat dan? Ik ben van nature wel echt zo vrolijk. Dat zit natuurlijk ook gedeeltelijk in je opvoeding. En als ik dat eventjes niet ben, dan ben ik soort van wel weer mijn eigen coach. Dat ik zeg, hey, wat kan je? Dan ben ik er dus bewust in van, wat zit je nu stom te doen? Of wat ben je nou depressief aan het zijn? En dan heb ik weer allerlei manieren die me helpen om wel weer positief te zijn. Ik ben Sarnie. Ik wil bewuster leven, met een opgeruimd hoofd, een gezond lichaam, verdieping en altijd een dikke lach op mijn gezicht. Dit is Sarnie zoekt geluk. Sinds ik met Sarnie zoekt geluk ben begonnen, ben ik vaker ontevreden. En dat komt omdat ik nu opeens echt een... Ik had altijd al heel veel ambities, maar nu heb ik echt een soort echt een doel voor ogen. En soms verwacht je met een bepaalde video iets dat het zoveel mensen bereikt. En dan doet dat het niet. En daar kan ik dan best wel even van balen. Om nou te zeggen dat ik ongelukkig van word, nee. Maar dit is wel een soort bedrijf aan het worden. En wat bij een bedrijf hoort zijn gewoon takenlijsten en dingen die je allemaal af moet krijgen. En deadlines die je moet halen. Ja, en dan krijg je het soms wel heel erg druk. Het is niet te geloven. Die berg. En dan hier zo'n schattig huisje. En daar gaan we nog heen ook. Voor ons werk. Beseffen, beseffen, beseffen. Dat zei mijn vader altijd. Besef wat je nu hebt, weet je. Sta hier nu bewust. Wat zie je? En wees er blij mee. Go, go, go! Het is heel moeilijk om te omschrijven. Maar dat je eigenlijk blij kan zijn met niks. Dat is voor mij echt gelukkig zijn. Dat ik weet dat ook al heb ik niet deze leuke baan. Ook al heb ik niet deze vriend. Ook al heb ik niet dit huis. Dan nog weet ik wel echt wie ik ben. En ben ik echt gelukkig met mezelf. Leuk. Zo, sorry, wij zijn altijd twee geiten bij elkaar. Nou, ik vond het wel grappig dat je... Ik ben heel blij dat... ik ben echt elke dag blij dat ik een lichaam heb wat het doet, weet je. Dat is echt nog veel belangrijker dan een leuk hoofdje hebben. En ik realiseer me dat doordat ik er zo uitzie. Dat ik bepaalde klussen sneller heb gekregen. Of dat ik überhaupt kon reizen doordat ik als model heb gewerkt. En daar ben ik echt heel dankbaar voor. En ik denk wel eens, wat zou ik in een vorig leven hebben gedaan... dat ik nu zo gelukkig mag zijn met gewoon een... goed functionerend lijf en zoveel voorspoed. La, 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 la. Zo, ik ben ingezongen. We kunnen beginnen. Ik moet eigenlijk gewoon... Wie ben je
En wat wil je? Waarom ben ik hier op aarde? Hoe ben ik dankbaar voor dingen? En dat zijn allemaal dingen die we niet leren op school. We leren wel hoe we cijfertjes halen en hoe we ons vergelijken met iedereen. Maar ja, we kijken niet naar wie we als persoon zijn, zeg maar. Wie ben jij? Of wie is wie? Ja, wie ben jij? Dat zouden we eigenlijk veel meer moeten leren. En dat is een beetje mijn zoektocht naar geluk ook. En iedereen zoektocht naar geluk om daarachter te komen. Leuk dat je kijkt naar alweer. Die positiviteit waar ik het over heb, die zet ik heel bewust in. Dus door mezelf elke dag door middel van dankbaarheid heel positief te laden, geloof ik dat je daarmee meer positieve dingen in je leven krijgt. Dus je bepaalde positieve mensen of mensen komen in je leven binnen. Situaties komen in je leven binnen die je kunnen helpen. En dan krijg je gewoon, nou ja, niet alles. Maar dan gaat het je lukken wat je wil. En vorig jaar heb ik heel vaak gedacht, jeetje, het gaat goed met programma's maken. Wat zou het leuk zijn als ik meer zou mogen reizen met de tv-programma's die ik doe. En grappig genoeg heb ik de hele zomer in het buitenland gezeten voor mijn werk. En dat had ik echt nooit kunnen bedenken. Ik ben gewoon drie maanden weg geweest. Heb allerlei mooie plekken kunnen zien. En nou, wat toevallig dat dat dan zo is. Hè? Ik geloof daar dus niet in dat dat dan toevallig is. Ik geloof dat je daar op de een of andere ontastbare manier geen controle over kan hebben. Maar dat je dat kan aantrekken. Ik denk, ja, mensen zouden jaloers kunnen zijn op mijn leven. Ik probeer, als ik foto's plaats op social media of mijn website, probeer ik heel bewust ook lelijke foto's te plaatsen. Of echte levensfoto's, zeg ik altijd, hashtag be real. Je laat natuurlijk in eerste instantie de goede dingen zien. En dat heeft iets ontzettend moois. Ik ga ook niet elke keer, als ik echt zwaar depressief zit te janken, even een foto ervan maken. Want daar heb ik geen zin in. Maar ik probeer het wel te laten weten dat ook ik me depressief voel. Dus ik heb ook een vlog gemaakt van, jongens, ik zie het niet meer zitten. Ik kap even met video's maken, want ik word bijna overspannen. Weet je, dus ik laat het zeker zien. Maar nee, lang niet iedereen doet dat. En toen wilde ik een video voor jullie maken, maar ik was gewoon helemaal kapot. Dus dat heb ik niet gedaan. En nu ben ik terug. En het eerste wat ik natuurlijk denk de hele tijd is, ik moet een video maken, ik moet een video maken. Iedereen zit op me te wachten. Dat zal wel helemaal niet zo zijn, maar dat denk ik dan. Ik maak het heel erg belangrijk en ik voel me ontzettend schuldig dat ik al 2 of 3 weken niks heb gepost. Het rare van het hele YouTube is, je laat alles zien, dus mensen kijken ook bij me thuis. En tegelijkertijd zitten er allerlei anonieme mensen, want je kan je makkelijk verschuilen achter een of andere naam. Die gaan een commentaar leveren op jou. En ik zie vooral op YouTube dat er ontzettend veel negatief commentaar is op heel veel vloggers. En daar schrik ik echt van. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Gelukkig heb ik daar niet zo'n last van. Misschien dat ik gewoon daarvoor eerst miljoenen views moet hebben. Maar mensen voelen zich veilig achter zo'n computerscherm en die zeggen dan ook maar alles. En ja, dan is het wel aan jou om dan wel in je eigen kracht te blijven staan en daar niet in mee te gaan. Want anders, ja, word je er alleen maar vreselijk onzeker van. Oh my god, iedereen is zo bang. Dat vind ik echt moeilijk. Tuurlijk, ik ben ook bang, maar ik probeer elke keer als ik bang ben te realiseren, hey, ik ben bang. Waarom ben ik bang? Wat heb ik hier aan? Geen reet. Oké, kappen. Ja. Yeah.